We zouden meer sturing moeten geven aan de vraag naar opleidingen op de universiteit. Dat zegt Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur van de Antonicom Universiteit van Suriname. Zij sprak gisteren op de webinar van de kenniskring met als onderwerp het meerjaren ontwikkelingsplan 2022-2026. Venetiaan zegt dat voor het huidige collegejaar er 200 aanmeldingen waren voor de medische opleidingen en 3 voor de agrarische productie. Onze jonge mensen beseffen kennelijk niet goed genoeg dat als je mensen wil helpen, dat is prima, zieke mensen, maar dat voedselzekerheid misschien zelfs van een groter belang is. Dus de uitdaging voor ons als universiteit is onze opleidingen beter te gaan promoten, veel beter uit te leggen wat je kan gaan doen nadat je een opleiding bij ons hebt gevolgd. Ik had daar iets van beurzen. Bij de beurzen bedoel ik dus niet alleen maar dat het inschrijfgeld betaald wordt, maar dat er dus bijvoorbeeld ook betaald wordt dat zo'n student in de student housing kan wonen, dat je studiemiddelen ter beschikking stelt enzovoort enzovoort. Venetiaan stelt de vraag of er tegenprestaties moeten worden gevraagd na het studeren aan de ADECUS. Het onderwijs tot en met bachelor is tot nu toe, voor wat betreft degene die doseren, is gratis. Ja, de mensen betalen wel iets, maar dat is dat er een lampje aan is, dat je een tafel hebt waaraan je kan zitten, et cetera. Dus vinden we dat onze maatschappij moet betalen dat iedereen naar de middelbare school kan, zonder dat hij een eigen inbreng heeft. Of zoals het nu is, dat iedereen tot en met bachelor kan zonder collegegeld te betalen. Of vinden we dat er zelfs tot en met master betaald zou moeten worden. Dat besluit moet komen en we moeten dan die afspraak maken en moet dan ook gelden voor een behoorlijke langere termijn. 10 jaar, 20 jaar. En de randvoorwaarden zouden we dan daarvoor in place moeten brengen en ons dan ook daaraan committeren. Ook discussiëren of vragen we dan tegenprestaties. En dat kan je dus in verband brengen met dat weglekken steeds. Want anders we leiden op, mensen vertrekken. We leiden op, mensen vertrekken. Daar moet er dus iets gebeuren. Want in feite is dat een beetje doen. Aldus Shanti Venetiaan, voorzitter van het universiteit.